Voor honderdduizenden leerlingen breekt maandag een spannende tijd aan. De eindexamens zijn namelijk begonnen. De gymzalen zijn omgebouwd tot zenuwcentra voor zwoegende scholieren. Staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveld bezocht het gemeentelijk gymnasium van Hilversum. Daar bestaat een traditie om eerst de goden gunstig te stemmen. Do ut des, wat betekent ik schenk iets opdat u iets teruggeeft. Leerlingen leggen daar bloemen neer of schriften of datgene waarmee ze denken dat ze de goden goedgunstig kunnen stemmen. En op deze manier hopen ze natuurlijk een goed examen te krijgen. Nee, hij deed het niet meer. Toen gooide mijn moeder hem vanochtend weg en toen dacht ik, nou, laat ik hem dan maar gaan offeren. Maar uiteindelijk, ik vind het wel zielig. Nu doet hij het ineens weer. Wat heb jij bij je? Een roze hoofd en ook een roze lichaam, maar het is niet helemaal goed. Is dat een slecht omen? Nee, dat hoop ik niet, nee. Het zou een beetje jammer zijn. Hey, maar het gaat niet helpen, hè, die bloemen, omkopen. Jawel. Nee, de bloemen niet, daarom hebben wij een fles meegenomen. Want wij geloven niet dat de goden ook maar iets aan bloemen hebben. Dus hebben wij een vis meegenomen. Ik hoop inderdaad dat deze vergeetmenietjes voor het symbool en een rhododendron. Klokslag 9 uur mogen de leerlingen naar binnen om de eerste examens af te leggen. Vandaag Nederlands en biologie. Roept dit weer herinneringen op bij u? Dit is wel heel bijzonder. Het past natuurlijk heel mooi bij het kathedraal gymnasium om de Griekse goden aan te roepen. Maar die spanning van tevoren, hè, dat je dan straks in dat bankje gaat zitten. En dat je ook uiteindelijk die examenopgave echt zelf zult moeten maken zonder hulp van iemand. Ja, dat is toch wel iets wat je nooit meer vergeet. Dus dat komt bij mij ook wel weer boven, ja. Voor ruim 200.000 leerlingen is het afzien de komende tijd. Als de gevreesde envelop door de staatssecretaris is geopend, kan het schriftelijk examen Nederlands van start. Hoppakee. En dan haal ik ze eruit. Daar zijn ze. Het gaat nu echt beginnen.